Hoe kan het dat als je 250 gram groente in de winkel koopt, je misschien niet 250 gram binnenkrijgt? Waarom zijn sperziebonen in de winter een minder duurzame keuze? En wat is nou een lekkere manier om groente klaar te maken? In deze video leg ik je alles uit over groente. Groente bevat veel voedingsstoffen, zoals vitamines, mineralen en voedingsvezels. En ze bevatten weinig calorieën. De hoeveelheid voedingsstoffen verschilt per groentesoort. In broccoli zit bijvoorbeeld veel meer vitamine C dan in champignons. Daarom is het goed om veel te variëren. De aanbevolen hoeveelheid groente voor volwassenen per dag is 250 gram. In deze video ga ik je laten zien hoe je dat kan halen. De gemiddelde Nederlander eet iets meer dan de helft van de aanbevolen hoeveelheid. Daar valt dus nog wel wat winst te behalen. Die 250 gram groente hoef je natuurlijk niet allemaal tijdens het avondeten te eten. Groente kan de hele dag door. Komkommer of wortel tussendoor bijvoorbeeld, of op plakjes tomaat voor op de boterham. Het is wel handig om in ieder geval die 150 gram groente tijdens het avondeten te eten. Dan heb je die hoeveelheid alvast binnen. Maar hoe weet je nou hoeveel groente je moet kopen? Bij het schoonmaken van groente gooi je vaak een deel weg. Bijvoorbeeld de schillen van de asperges of het loof van de wortel. Sommige groenten slinken heel erg in de pan, bijvoorbeeld spinazie of andijvie. Daar blijft maar ongeveer de helft over van wat je hebt gekocht. We hebben een handige tabel gemaakt waarin je kunt zien hoeveel groente je moet inkopen om 150 gram of 250 gram groente over te houden. Hier zie je dat je inderdaad 300 gram spinazie moet kopen om te eindigen met 150 gram gare spinazie. Maar even over seizoensgroenten. Het is nu zomer, dus ik heb allemaal zomergroenten meegenomen. Andijvie, tomaat, sperziebonen, courgette. En in de winter zijn bijvoorbeeld spruitjes en boerenkool in het seizoen. En er zijn ook weer groenten die het hele jaar door een duurzame keuze zijn. Zoals wortel, ui en prei bijvoorbeeld. Wat we bedoelen met seizoensgroenten is dat ze op dat moment in Nederland worden geteeld op de volle grond of in een niet verwarmde kas. In de winter zijn sperziebonen niet zo'n duurzame keuze, want dan komen ze bijvoorbeeld uit Marokko of Senegal. In de zomer is het wel een duurzame keuze. Ik vertelde net al dat je een deel van de groente weggooit omdat je het niet kunt eten. Maar we gooien vaak ook te veel weg. Bijvoorbeeld van de broccoli. Daar kun je de stronk ook prima van eten. Je hoeft hem alleen maar even te schillen zodat het echte houterige eraf is. Ik snijd de stronk in wat kleinere stukjes, omdat ze een langere gaartijd nodig hebben dan de roosjes. En bij de bloemkool werkt het eigenlijk op dezelfde manier als bij de broccoli. Die kun je dus ook helemaal eten en wist je dat je zelfs ook deze bladeren op kunt eten. Gewoon even een stukje snijden, net als de rest. Het groene deel van de prei heeft een iets langere bereidingstijd nodig dan het witte deel. Maar dat is het dan ook. De smaak is heerlijk. Het is een kwestie van het groene deel als eerste in de pan doen en na een paar minuten het witte deel toevoegen, dan is het precies tegelijk gaar. Bij de oranje pompoen wordt vaak de schil ervan afgehaald, maar dat hoeft helemaal niet, want hij is hartstikke lekker. Dus laat hem er lekker aan zitten, dat bespaart je ook nog eens tijd. Ik heb een paar makkelijke manieren voor je om gedurende de dag meer groente te eten. De groentetrucjes. En we beginnen met mijn favoriet, die is voor het ontbijt. Ik ontbijt graag met geraspte wortel door mijn muesli. Het is heel simpel. Je raspelt wortel. Voeg muesli toe. Wat nootjes. Een klein beetje kaneel. En als laatste doe je wat melk erbij. Dan roer je het allemaal even goed door. En klaar is je ontbijt. Een ander voorbeeld is de bloemkoolrijst. Die kun je maken door die met een keukenmachine in fijne stukjes te maken. Die bloemkoolrijst die voeg je nog even toe aan je zilvervliesrijst. En die hoeft ongeveer maar een minuutje mee te koken. En ik maak nu een mix, want in zilvervliesrijst zitten graanvezels en die zijn ook heel belangrijk voor je. Aardappelfrietjes zijn natuurlijk super lekker, maar je kunt ook van groenten lekkere frietjes maken. Bijvoorbeeld van wortel of van pastinaak. Net als bij de pompoen kun je ook bij de pastinaak de schil gewoon aan laten zitten. Die is super lekker. Wat olie eroverheen.
En een beetje tijm daarbij is heel lekker. En dan maak ik hem af door nog wat paprikapoeder toe te voegen. Even mengen. Dit vind ik serieus echt lekker. En het is ook heel leuk dat je kan variëren met verschillende soorten groentes. Ik ga hem een half uur bakken op 200 graden. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren om op een makkelijke manier meer groenten te eten. Ben je nou benieuwd naar de recepten? Kijk dan in de beschrijving. Vond je dit een leuke video? Abonneer je dan op ons kanaal en zet je belletje aan.